Goed, welkom. Ik heb besloten om zonder microfoon te gaan staan, want dat vind ik onhandig. Dus als je iets niet verstaan hebt, dan kun je het later terugkijken. Being in a state of permanent beta. Nou, mijn naam is Peter Ros. Ik ben vooral ondernemer in op een aantal verschillende gebieden. En al jaren in permanent beta. En dit is eigenlijk een talk die ik nog nooit gedaan heb. En die gaat eigenlijk voor een heel groot gedeelte over mijn leven. Dus eigenlijk vrij persoonlijk. Dus het kan zijn dat ik het misschien soms moeilijk krijg. Dat moeten jullie me dan maar meteen vergeven. En het kan dus ook zijn dat het op sommige plekken niet logisch is. Of dat ik mezelf ga tegenspreken. Wat op zich best een goed idee kan zijn trouwens. Om jezelf af en toe tegen te spreken. Want dan kom je misschien weer op nieuwe dingen. En geef gerust feedback. Als je op enig moment denkt van, hey. Goed, en waarom is het persoonlijk? Dit ben ik 20 jaar geleden. En wat veel mensen niet weten is dat ik een aantal jaar depressief ben geweest. 3 jaar om precies te zijn, dat is veel. Kan ik je vertellen. 3 jaar is een lange tijd. 3 jaar geen slecht zelfbeeld hebben. Ik krijg het nu al. 3 jaar lang denken dat je niks kan. En 3 jaar lang van alles proberen. Dat hakt er wel in. En ik ben er nu blij om. Dat het me gebeurd is. En ook dat het me 20 jaar geleden al gebeurd is. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. Heel veel ups en downs. Ik zit nu hier. I'm very excited. En als ik nu een plaatje van mezelf zou moeten laten zien. Dan zou het deze zijn. Dus. Tevreden met een inner smile. Voor degene die wel eens aan yoga doen. Die weten dan wat ik bedoel. Dus dan denken misschien mensen van, what the fuck happened? Ik pak even mijn afstandsbediening. What the fuck happened? Nee, laat maar. Een heleboel natuurlijk. Ik ben gaan hardlopen, sporten, yoga, mediteren, medicijnen. Ik heb geleerd om goed te slapen, dat kon ik niet. Ik let heel erg op mijn voeding. En ja, ik heb zelfs met dokter Rossi op de bank gezeten. Vandaar dat ze mij nu ook maar dokter Rossi noemen. En een aantal dingen daarvan doe ik niet meer. En een aantal dingen doe ik wel, vooral het actieve deel. En het slapen en het eten. Dat is een belangrijk onderdeel. En zo hou ik mezelf op de rails. Sterker nog, word ik eigenlijk heel erg gelukkig. Word ik steeds gezonder. En leer ik ook nog heel veel over mezelf. Natuurlijk heb ik ook nog een heleboel boeken gelezen in die tijd. En daar wil ik straks even op terugkomen, want daar heb ik... Dat ging te snel. Waar zijn mijn boeken? Zag je ze voorbij komen of niet? Oh, daar zijn ze. Nou, een aantal kennen jullie misschien. En dit zijn er maar een paar. Ik lees heel veel. Maar hier zijn in ieder geval boeken geweest die heel veel invloed hebben gehad op dat proces. Zeg maar. En daar heb ik ook een aantal dingen uitgehaald en ingeleerd die voor mij relevant zijn voor het principe van being in a state of permanent beta. En hoeveel invloed je kan hebben op wie je zelf bent en hoe je denkt en wat je doet. Je eigen neuronenhuishouding. Ik heb in ieder geval 3 hele belangrijke dingen geleerd. 1. If plan A doesn't work, the alphabet is 25 more letters. Dus, hey, als het ene niet lukt, ga doorgaan naar het andere. 2. Je moet loslaten om het iets nieuws beter te kunnen pakken. Dat is echt super belangrijk. En 3. Je hebt invloed op jouw eigen synapshuishouding. Voor degenen die niet daar helemaal in thuis zijn, en ik ook niet, maar een heel klein beetje, is het zo dat je alles wat wij denken, doen en ons gedrag, dat is gewoon, het is één grote chemische fabriek. Dat zijn synapsen die neuronen afvuren in een bepaalde frequentie, een bepaalde sterkte. En dat gebeurt dan onder invloed van allerlei stofjes zoals serotonine, die je dan soms te weinig hebt, in mijn geval. En die synapshuishouding die past zich aan wat je vaak doet. En die zorgt dat hij zich als het ware optimaliseert. En dat heeft ook een negatieve kant, dat noemen wij conditionering.
En toen ik erachter kwam, in een van die boeken werd dat heel duidelijk uitgelegd, dat het van wezenlijk belang is om heel veel verschillende dingen te doen. Of in ieder geval heel veel verschillende dingen proberen tot je te nemen. Dat je daardoor je filter open blijft, dacht ik, hey, wauw, dat is een goed idee. Ik ga datgene wat altijd een nadeel was, dat mensen zeiden, jij kan je nergens op focussen, dat ga ik omdraaien in een voordeel. Ik ga het gewoon lekker allemaal doen. Joepie. Dat is wel moeilijk, want als je 3 jaar depressief bent geweest, dan is een deel van je filter kapot. Hè? Want je lichaam veranderen dingen, je bijnieren gaan andere stoffen aanmaken. Het wordt moeilijker om je aandacht zeg maar, te richten. Het wordt lastig om zeg maar, te filteren. Alles komt ongefilterd binnen. Maar daar heb ik gelukkig een oplossing voor gevonden. Daar kom ik aan het einde even op terug. Goed. Dat even voor de introductie, voor het persoonlijke deel. Wat probeer ik nou... Wat wil ik nou eigenlijk proberen over te brengen? Welke druppeltje, welke kring, welke beweging wil ik nou eigenlijk proberen met jullie te bespreken? Als eerste is het zo, als ik even de stap moet maken naar de maatschappij om ons heen, dus even vanuit mezelf naar buiten toe, dan zie ik 4 belangrijke, er zijn een heleboel belangrijke trends, maar in ieder geval een paar belangrijke trends die bij elkaar komen. Open source, en dan hebben we het niet alleen over open source software, zoals Linux of Perl of Android of weet ik veel wat, maar dan heb ik het ook over open source hardware, open source medicatie, open source informatie, eigenlijk alles waarbij mensen elkaar slimmer maken en op elkaars ideeën en spullen bouwen. Dat is een ongelooflijke belangrijke pijler van de kansen die we voor de toekomst hebben. Daarnaast do-it-yourself is daar natuurlijk heel erg aan verbonden. Zelf dingen doen. Er zijn al mensen die zelf medicijn aan het maken zijn. Dat is misschien niet altijd een goed idee, maar als je toch doodgaat, dan kan dat wel een goed idee zijn. Do-it-yourself zie je natuurlijk op alle gebieden, hè, doordat we internet hebben. Als je je huis wil verkopen, heb je je makelaar niet meer nodig. Je kan je hypotheek op een andere manier regelen. Binnenkort ga je naar de HEMA om je notaris stukken in orde te laten maken. Je kan heel veel dingen zelf doen. 3D-printers die zorgen ervoor dat we meer dingen zelf kunnen doen. Fablabs en andere werkplaatsen waar we dingen zelf kunnen doen. Zorgen ervoor dat mensen steeds meer zelf dingen in handen nemen. Quantified self is daar een heel belangrijk onderdeel. Wie weet hier niet wat quantified self is? Dat mag gewoon, dat is heel normaal als je het niet weet, want het is niet iets wat heel veel mensen weten. Quantified self is de trend waarbij mensen zichzelf in cijfers proberen uit te drukken. Ze tracken eigenlijk alles van zichzelf. Dus ze tracken bloeddruk, stappen. De stappen is de bekendste. Zeg maar, hè, weet je, een stappentelletje, Fitbitje, hoeveel calorieën heb ik verbruikt, hoeveel loop ik, waar ben ik geweest, noem maar op. Maar dat kun je natuurlijk met allerlei dingen doen. En quantified zelf is een hele grote trend die steeds groter aan het worden is. Ik ben 3 weken geleden in San Francisco bij de Global Conference geweest van quantified zelf. En dat gaat echt heel ver. Dus ze zijn nu bijvoorbeeld, er komt volgend jaar een armband uit. Ik heb hem nu al besteld, maar helaas moet je hem wel nu betalen. En misschien volgend jaar krijgen. Dat noemen ze dan crowdfunding. Maar dat is een heel bijzonder ding. Dat is een armband. Daar zit een spectrometer in en die houdt onder andere bij je bloedsuikerspiegel, real-time. Dus welke calorieën je tot je neemt, hoe het afgebroken wordt en wat het met je energie doet. Naast dat die stresslevel meet, hartslag, respiration, er zit een stappenteller in. Maar echt, de stappenteller doen ze overal in. Als je iets voor je rug koopt om recht te staan, dan zit er ook een stappenteller in. Als je een t-shirt koopt wat een sensor in, zit er een stappenteller. Overal zit een stappenteller in. Dat is zeg maar basis wat je moet hebben. Maar wat er gebeurt is natuurlijk, als mensen dat zelf gaan doen, is dat verandert natuurlijk een aantal gebieden. Het verandert de gezondheidszorg, het verandert de sport. We vragen ons nu af, ook gezondheidszorg is misschien niet te betalen. Want iedereen moet al die steeds meer medicijnen, steeds meer zorg hebben. Misschien gaat de quantified zelf ervoor wel voor zorgen dat er een heel ander model komt. Waarbij je van tevoren weet wat je wel en niet nodig hebt. En het heeft natuurlijk een heleboel nadelen. Verzekeringen zullen erop in gaan springen en noem maar op. Doe het jezelf. Exponentiële groei of ontwikkeling is natuurlijk iets wat we nu zien, niet alleen vanuit de computers. Alles gaat steeds sneller. Waarom? Omdat het kan. Omdat de computers sneller worden, maar ook omdat we door die open source en doe het jezelf en al die andere trends, en met name natuurlijk doordat we in een genetwerkte wereld leven, dat we op elkaars ideeën bouwen en omdat het gaat steeds sneller. Het gaat steeds sneller. Het is, of er 10 mensen gaan bedenken
wat er in een encyclopedie moet komen te staan, of 100 mensen. En ze doen er 10 jaar over om een nieuw uit te brengen. Even Wikipedia. Of heel veel mensen gaan tegelijkertijd op elkaars kennis bouwen. Ja, dat is een ongelooflijk verschil. Dat gaat ongelooflijk snel. Dus dat geldt niet alleen voor computers, die natuurlijk wel een belangrijke driver in zijn. Slimme computers maken slimmere computers. Maar het geldt ook voor het hele leven. En dan natuurlijk het netwerk. De genetwerkte wereld, ja, die maakt het eigenlijk allemaal mogelijk. En dat gaat veel verder. En over dat netwerk wil ik het graag met jullie hebben. Nou, open source, oh, ik heb het allemaal besproken. Kijk, doe het jezelf. Zie je, dat krijg je als je de eerste keer zo'n talk doet, dan weet je niet precies hoe je slides in elkaar zitten. Ik kwam een leuk filmpje tegen wat over netwerken gaat. The Power of Networks van Manuel Lima. Ik zal het straks een klein stukje laten zien. En wat hij daarin doet, is hij vertelt eigenlijk op een hele mooie manier hoe wij als mensen gewend zijn om alles in boomstructuren op te delen. De boom is altijd heel belangrijk geweest. De boom van het leven. De boom is natuurlijk als symbool heel belangrijk geweest. Maar hele lange tijd hebben we alles ook zo ingedeeld. Hiërarchieën hebben we zo ingedeeld. Godsdienst hebben we ingedeeld. Kijk naar Darwin. De manier waarop die zeg maar, volgens boomstructuur dieren en organismen heeft ingedeeld. En dat is iets, omdat we ons dat voor konden stellen, gingen we dat zo doen natuurlijk. Ze hebben het heel erg gewend geraakt. Maar hij is er eigenlijk achter gekomen dat voor een heel groot gedeelte dingen ook gewoon genetwerkt zijn. Nou, Wikipedia hebben we het net natuurlijk al over gehad. Dit is een stukje uit het filmpje. Dit gaat over de ontwikkeling van Perl, dus een open source software. Waarbij die dingen weer samenkomen. Er is niet één eigenaar. Er wordt heel veel zelf gedaan. Dat wordt via het netwerk gedeeld. En daardoor groeit iets exponentieel. Daar komt het allemaal samen. In het hoofd hebben we ook heel lang zo gedacht. Hokjes, dit stukje is voor het horen, dat stukje is voor het zien. Dit stukje, daar doe je dit mee. Dit stukje, daar zijn we achtergekomen dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Maar dat het veel meer op een soort muzieksymfonie lijkt, die op allerlei manieren in elkaar grijpt. Ik wil je een klein stukje van het filmpje laten zien wat ik heel indrukwekkend vind. En daarna even kijken of we tot wat stellingen kunnen komen en kijken of we, ja, wat we er eigenlijk van vinden. Ik heb wel een mening over trouwens, maar daar waren jullie vast niet. We ordinate it. Yep. So the image that you have on the left side, as a big fan of Darwin myself, this is actually the only illustration that Darwin had in the Origin of Species, what he denominated to be the tree of life. And of course, since then, you know, over the past 150 years, many scientists have evolved this tree of life. And of course, on the right is the typical top-down hierarchical structure that we have to categorize every single species on Earth that we know. Again, all the way from domain to the individual species on the sequence that you see for the human. But this has actually been changing drastically. Very recently, scientists really discovered that overlaying this tree of life, the original tree of life by Darwin, there is a dense network of bacteria, and that this bacteria is actually tying very disparate species and making them really close together. And if you consider that roughly 90% of the human body is made of bacteria in our cells, you can really understand the significance of this discovery. And a lot of scientists are really calling this the web of life. It's not the tree of life anymore, it's the web of life. It's the network of life. Networks are truly everywhere. It is this omnipresent structure. The brain is a network of nerve cells connected by axons. Cells themselves are, of course, networks of molecules. Societies, as we all know, are networks of people linked by different types of ties. Of course, on a larger scale, you can think about food webs and ecosystems, as we saw before, as networks of species. And of course, it really pervades, random networks pervade human technology from the internet, power grids, and transportation systems. And then finally, I would just like to end with a little bit of a teaser. Is there such a thing as a universal structure? I love this comparison. So what you have on the left side is the neural network of a mouse from 2006, which at this scale is pretty much similar to our own. And then on the right side is the Millennium Simulation. It was the largest and most realistic simulation of the growth of cosmic structure and the formation of galaxies. It was able to recreate the evolutionary history of approximately 20 million galaxies in approximately 25 terabytes of output. And here again, you have the same comparison, just at a different scale. Again, a neural network of a mouse, again, very similar to our own. And again, the Millennium Simulation at a different scale.
And for me, coincidentally or not, I just find this comparison striking in so many different levels between the smallest scale of knowledge of human knowledge and the largest scale of knowledge, the universe itself. And how everything is really, really so similar. Are we in the present of this universal structure being the network? Even more than the idea of representing this complex system is the need for a new way of thinking. And this new way of thinking is about this pluralistic way of thinking, that everything is interconnected, everything is interdependent. We're almost going back to the polymath, you know, the Renaissance man mentality, that you know, it's not just about being a specialist in one area, you need to know a little bit of everything. Or at least create outbound ties that are you are able to learn from other disparate areas. And I think this is the most beautiful aspect of knowledge that we can take into consideration by looking at this network thinking. It's more important even that we actually make that mental shift, because I think there's immense benefits that can come from this network outlook of the world. Ik vind het buitengewoon prikkelend om daarover na te denken. Hij zegt natuurlijk heel veel dingen. Er komen een aantal, op het einde komen er een aantal dingen samen. Je zag die twee plaatjes van zeg maar de map van het neuronetwerk van de muis. En we zagen zeg maar de map van het universum. En zag je hoeveel dat leek op het plaatje wat ik gebruikte over van de neuronen in je hoofd. En het is fascinerend om te zien hoeveel vergelijking daar is. En op het laatst maakt hij even een hele snelle stap die wat mij betreft eigenlijk over permanent beta gaat. Moeten we niet weer terug naar heel veel weten van heel veel verschillende dingen? En natuurlijk heb je specialisten nodig. En het is natuurlijk prima als je een specialist op een bepaald gebied bent. Absoluut, verdieping heb je nodig. Maar de context heb je ook nodig. Dat zien we natuurlijk op verschillende plekken in de wereld. Dat het in de gezondheidszorg, de bankenwereld, de financiële wereld, noem maar op. Dat specialisten niet meer in touch, in connectie zijn met het grote plaatje. Of de ene specialist niet weet wat de andere aan het doen is. Dus generalisten die van veel verschillende dingen weten. Dus ik zie eigenlijk heel veel voordelen. Ik zie een voordeel voor je synapshuishouding, ik zie een voordeel voor de maatschappij, ik zie een voordeel voor het netwerk. En voor mij gaat permanent beta heel erg daarover. Het gaat heel erg over het accepteren dat iets niet af is in de vorm zoals we dat gewend waren. Of tenminste dat we dachten van we gaan nu iets doen. En natuurlijk moeten dingen soms af. Als je een boek schrijft is het handig als die op enig moment ook een begin en een einde heeft en misschien in de winkel ligt of te downloaden is. En dat mensen dat ook maar een klein beetje begrijpen waar je het over hebt. Maar als je nadenkt over hoe je in het leven staat. Hè, dus om even terug te gaan naar het hele begin. Heel vaak vragen mensen aan mij, ja maar hoe ben je nou uit die depressie gekomen? Wat was nou het ding wat jou gered heeft? Dan zeg ik, ja, het was niet één ding. Ja, als ik één ding zou moeten noemen, dan is het bewustzijn. Bewustzijn, het in contact zijn met alles om me heen en mezelf, dat is dan belangrijk. Maar hoe ik er gekomen ben, dat is een combinatie van allerlei dingen. Natuurlijk zeggen mensen, jij moet gaan hardlopen. Heeft mij geholpen. Ja, want dan maak je serotonine aan. Oh, hardlopen. Nee, je moet dat en dat gaan eten. Dat helpt. Nee, je moet die pil gaan slikken. Nee, je moet dat boek lezen. Dus dan kan het allemaal wel waar en niet waar. Ben je er zelf uitgekomen? Nou ja, wat ik zei, hè, ik heb ook op de bank gelegen. Tuurlijk, als je 3 jaar depressief bent, dan zijn er genoeg mensen om je heen die... Als je bijvoorbeeld kijkt naar die kennis, hè, die oncoloog online. Oké, maar er zijn heel veel verschillende vormen van depressie, hè? Dus, nee, maar even, ik ben nooit suïcidaal geweest, dus dat, ja, daarvoor hou ik veel te veel van mezelf, dus dat gaat mij sowieso niet gebeuren. Ik ben in basis ben ik een heel positief persoon, dat klinkt gek, dus ik ben heel positief, daarom pakte ik ook alles aan. Ik ben erachter gekomen dat het ook in familie zit, even mijn zussen heeft ook in een inrichting gezeten, die is bijvoorbeeld niet zo positief actief als ik ben. Dus die blijft in bed liggen maar ik had de vorm die ik had, die was wel dusdanig dat er voldoende mensen zeiden, waaronder mijn vrouw, van... Kijk, op het moment dat je niks meer kan,
dan gebeurt dat gerust wel. Dus ik ken ook mensen die depressief zijn. Die voelen zich gewoon, die hebben een soort van altijd een vervelend laagje of zo. En dat is, die zijn niet vrolijk. En, maar goed, nogmaals, het is een combinatie. En ik verbeter daar ook nog steeds in, zeg maar. Ik heb heel lang medicijnen gebruikt. Ik gebruik af en toe nog een heel klein beetje. Echt een heel klein beetje. Om qua voeding aan te vullen en dergelijke. Als proberen open te staan voor alles een conditionering is, ja, dan is dat wel een hele mooie vorm. Even het verhaal van mijn depressie is alleen maar bedoeld om, zeg maar, grond te geven hoe ik tegen permanent bed aankijk. En hoe dat gekomen is, dat heeft een reden of niet, soms trouwens. En hoe ik me gevoeld heb is ook verder niet zo heel relevant, was niet leuk. Het had voor mij een andere reden. Het heeft in ieder geval wel ervoor gezorgd dat ik na zoveel jaar kan zeggen, hey, potverdorie, ik zie een aantal vergelijken en ik ben zelf in permanent beta. En eigenlijk wat ik denk, is waar ik steeds meer achter kom, is we doen altijd wel net alsof we van alles weten. Maar dat is natuurlijk gewoon niet waar. Het is heel geweldig als we jarenlang alles wat we denken in de context plaatsen rond een bepaalde structuur plaatsen waarbij we net hebben kunnen zien van, goh, misschien is er nog veel meer. En daar komen natuurlijk artsen ook steeds meer achter. Dan denk ik van, dan hebben we het over permanent beta. Ja, weet je, heel eerlijk, we are in permanent beta. Dus ga je er dan maar gewoon ook naar gedragen, want dan wordt het misschien makkelijker op. Tenminste, dat denk ik nu. Jij wou iets zeggen? Ja, je zegt, we don't know shit. Ik zeg altijd van, hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt, hoeveel je niet weet. Ja, nou, dat was natuurlijk vroeger op school al een hele, vonden we dat heel leuk om te zeggen, hè. Hoe meer je leert, hoe minder je weet. Dus. Maar ik heb daar even omdraaien. Ja, heel graag. We know everything. Ja. Dat heb je net zelf laten zien. Een gigantisch netwerk, iedereen via bacteriën en van alles en dergelijke met elkaar verbonden. Dus we weten alles, alleen je bent er niet van bewust. Ja. Dus jij bent altijd, en ik ook, in permanent beta om dat te proberen te begrijpen. Wat eigenlijk in alles al te weten is. Ja, plus als je op een gegeven moment denkt van, maar ik weet het niet genoeg van, je kan het tegenwoordig op internet bijna allemaal vinden. Als je ergens details van wil weten, zegt van ik moet er meer van weten om verder te komen. Ja. Of op internet vinden, of je kan iemand vinden. Ja, maar we hebben natuurlijk twee dingen. In mijn optiek hebben we twee uitdagingen daarin. A, wat Martin Bril ooit zei, je mist meer dan je meemaakt. En dat is helemaal niet erg. Want ik denk, als ik ga proberen om echt alles te weten, dan schiet ik zo weer 20 jaar terug. Ik denk niet dat ik de enige ben. B, ervan uitgaan dat alles op internet staat. Er staat veel op internet, maar niet alles. Ja, maar daar kan je ook zo vinden die er wel meer van weten. Absoluut. Absoluut. Maar het mooie wat ik hiervoor hoor, bewustzijn, ik vind het heel mooi dat je me omdraait. Wat ik zei al, voor mij gaat het gaat allemaal om bewustzijn. Ik zeg wel eens in kunnen tappen op universele energie. Weet je, prima. Het is dus eigenlijk, ik ben onderdeel van dat netwerk. Dat zijn we allemaal. En als we in staat zijn om daar op een open manier mee om te gaan, dan kunnen we dus heel veel bereiken. Dat bewijzen de eerste kleine, vind ik pas, beginseltjes die open source denken en doen laten zien. Is het niet meer van dat de werkelijkheid die is gewoon, die verandert verder niet, maar de manier waarop we er naar kijken, die verandert continu. Dat zie ik bijvoorbeeld ik heb dat bedrijfskunde gedaan, die zie ik nu gedachten rond de circulaire economie die allemaal opkomen. En daar is bijvoorbeeld wil je een kopje koffie? Kan ook. Oh, nee. Gaan we straks doen. OC die maakt printers. Ja. En die doen dat wel jaren op een bepaalde manier. Maar het past heel goed in de filosofie van de circulaire economie eigenlijk. Maar dan wisten we dat het bedrijf bestaat al 30 jaar of zo. Veel,
Nou, ik, even om terug te komen op je eerste stelling. Wat ik denk is dat het... we zijn steeds vaker achtergekomen dat twee dingen tegelijkertijd waar zijn, terwijl ze in eerste instantie tegenovergestelde beweren. Dus ik denk ja, ik denk dat, het, we de wereld en de maatschappij krijgen zoals we er zelf naar kijken. En ja, ik denk dat die heel erg verandert. Want ik bedoel, er is wel wat gebeurd de afgelopen jaren. En dat gaat steeds sneller. En dat wordt trouwens nog een probleem. Als je naar singulariteit kijkt, hè, wordt dat een probleem straks. Als het zo snel gaat, dan we weten dat de meeste mensen het niet gaan volgen. Je hebt natuurlijk ook een voorbeeld van het totaalbeeld. Hè? Dus, ook de hele wereld is in een soort depressie en dergelijke. en uiteindelijk proberen we eruit te komen vanuit een positieve instelling. Ja. Dus dat, als je over dit plaatje heen kijkt, dan zie je al die neurologische verbintenissen. Maar dat is ook een ontdekking dat dat allemaal op basis van harmonieuze verbintenissen ja. is. Met een soort muzikale ondergrond, dat het universeel is. En nou, dat is de essentie van het leven. Dus als je je positief instelt, ontwikkelen zich vanzelf positieve dingen rondom je heen. Nou, als het goed is wel. En dan is het een mooi linkje naar het volgende, wat er dan heel veel mee te maken heeft. Voor mij in ieder geval, is als je om wil kunnen gaan met het hele idee dat we in permanent beta zijn. En als je om wil kunnen gaan met het hele idee dat je misschien een aantal dingen weet, maar misschien ook wel helemaal niet. Maar dat je ergens ook gewoon vertrouwen moet kunnen hebben op dat netwerk. En dat je vertrouwen... En een heel klein stukje wat Kevin Kelly daar 15 jaar geleden al over geschreven. Ik weet niet of iemand Kevin Kelly kent. Oké, okay. Oprichter van Wired. Een soort held. Niet een soort held. Oké, okay, even als je dit boek nu leest, heeft hij 15 jaar geleden geschreven. Dan denk je niet van, had hij een glazen bol? Dan denk je, welk merk had hij? Want die wil ik ook. Daar gaat echt helemaal nergens over. Wat hij hierin schrijft, vind ik heel mooi. En dat raakt ontzettend hard het probleem wat managers nu hebben, denk ik. We mogen vertrouwen nog zo belangrijk vinden, we krijgen het niet cadeau. Vertrouwen komt langzaam en nooit zonder pijn en moeite. Vertrouwen kan verward zijn en pijnlijk, moeilijk om op te bouwen en makkelijk te schenden. Aldus Weber, dat zegt hij, refereert aan Weber. Vertrouwen is moeilijk omdat het steeds gekoppeld is aan kwetsbaarheid, conflict en ambiguïteit. Voor managers die doorkneed zijn in rationaliteit, hiërarchieën, besluitvorming op basis van deze regels en gezag dat op een titel berust, dreigt deze drie eenheid van kwetsbaarheid, conflict en ambiguïteit hun greep op de zaak te verzwakken. Dat is natuurlijk letterlijk wat er nu gebeurt. We hebben dezelfde informatie. We hebben dezelfde toegang. Dat is anders, hè? Dat was 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, radicaal anders. Macht was gebouwd op de toegang tot informatie. Kennis is macht. Die toegang is nu gelijk. Het netwerk is gelijk. Sterker nog, het gaat nog veel verder. De toegang tot het ontwikkelen van spullen. Ik bedoel een 3D-printer. Wat kost een ding nou eenmaal? Ik vind die spelfout wel leuk. Vertrouwen. Oh, nou ja. En vertouwen, sorry, ja. Ik heb gisteren in elkaar zitten knoeien. Maar ik wil zeggen, ja, dank je. Vertrouwen is op een andere manier. Ja, ja, aan elkaar is ook netwerk. Dank u, dank u, dank u. Ik zou meteen patent erop aanvragen. Ja, maar ik geloof niet in patenten. Nee, maar ik zou er ook iets mee doen. Dit is nieuw. Dit is mooi. En dat is ook het mooie, dat je het vertrouwen hebt. Dat als je iets op zondag geprobeerd hebt... Maar ik bedoel eigenlijk, het ander woord van netwerken is vertrouwen. Ah, ja. Ja. Ja, ja. Zou kunnen. Maar dan moeten ze niet vastzitten, want dan heb je weer een probleem. Dan kun je niet in permanent beta zijn. Maar goed, oké, ze kunnen. Ja. Als je zegt dat ik co-founder ben, vind ik het goed. Ik heb een paar ideeën erover. Als dat nou een probleem lijkt te zijn. En de hiërarchieën en noem maar op. En de manier waarop de structuren nu in elkaar zitten. En we kunnen dus met z'n allen, het leger wat we met z'n allen aan het bouwen zijn. Van andersdenkende, zelfdoeners, goeddoeners, eerlijk zijn. Hè? Zijn we toch mee bezig, toch? Hoop ik. Kunnen we dus ongelofelijke impact hebben als wij wel op deze regels kunnen meesurfen. Als we ons niet laten verleiden tot het opbouwen van de volgende elite. Ja, het is een heel groot valkuil in mijn optiek. Maar goed,
een idee, een stelling. Roept u maar. Met streven ook verwachtingen? Nee. Hey, je hoeft het niet mee eens te zijn, hè? Liever niet zelfs. Ja, maar daar ben je al verder, hè? Daar ben je al, als je die mindset hebt, wanneer is iets af, dan gaat het niet voor jou op. Dus dat is een heel goed idee. Hebben dus de grootste valkuil inderdaad, daar ben ik mee eens. Voor mij gaat het heeft te maken met keuzes. En ik ben continu aan het werken, ik ben continu aan het bezig. Alles met de machine natuurlijk. Zo de afgelopen 50 jaar van alles gedaan heeft. Nu merk ik dat alles bij elkaar komt. Dat heeft met keuzes te maken. Ja, ik ben namelijk iets bezig. Dat vind ik leuk. Dat ik toch op een gegeven moment een centje gaan. Dan moet ik zeggen, ja, er moet wel iets van maken. Dat het ook klaar is en dat ik het naar mensen toe kan maken. Net zoals het boek, hè, dat moet op een gegeven moment wel maken. Nee, ik ben helemaal mee eens. Ik heb voor mezelf ook, dank je, helemaal mee eens, want ik had voor mezelf ook daarbij meteen bijgezet. Het is ook direct de allergrootste escape om nooit iets af te hoeven maken. En ik als ondernemer, hè, ik heb nu 3 verschillende ondernemingen, heb ik daar ongelooflijk hekel aan. Dus dat is ook weer die dualiteit. Ik heb een verschrikkelijk hekel als mensen dingen niet afmaken. Hè? Ik zou, als ik jou was, ken je Lean Startup? Ja. Daar zou ik me in gaan verdiepen. Dat gaat hier over. Dat is echt verschrikkelijk interessant. Lean Startup gaat ervan uit dat je zo snel mogelijk vanuit een prototype naar validated learning wil komen. En vanuit de iteratie iets ontwikkelt. En dat je niet gaat proberen, dat staat ook in mijn introductie. Hè, in een tijd waarin de veranderingen steeds sneller gaan, lijkt het idee om een plan te maken om 15, 20 jaar te forecasten steeds minder handig. Ja. Hetzelfde idee dat je zeg maar een soort plan maakt, dan is het af. Tegen de tijd af is het alweer achterhaald. Ja. Het korter maken. Ja. En als je een boek maakt, op een gegeven moment is het boek is af. Dan is er ook geen ruimte meer voor innovatie. Dan drukt wordt dan niet af. Ja. Dus dat duurt ook. Komt de volgende. Stel jezelf tot doel om tot binnen een bepaald lijst te steken. En natuurlijk moet je inderdaad niet meer werken. Continu druk. Ja. Ja. Het gaat voor mij gevoel aan wat je achterhoudt. Voor mij gaat het heel erg over het uitgangspunt. Wat wij dan doen, improviseren als eerste keuze of als tweede keuze. Improviseren als tweede keuze is, we gaan improviseren omdat we echt niet anders kunnen. Dan kijken hoe snel we weer ons plan kunnen vinden. Ja. Als je als uitgangspunt neemt, dat je het hele proces improviseren ingaat. Maar we hebben het nu over details, wat ik eigenlijk interessant vind. Ja. Wie werkt hier? Ja, precies. Wie werkt hier in de grote organisatie? Oké. Okay. Nee. Hey, maar wacht even. Oh, is dat vies? Nee. Oh, dat wist ik niet. Nee, niet zoveel. Nee, maar dat is er ook. Oh, dat is wel heel grappig. Want dat heb ik wel gemerkt dat als je in een soort netwerk komt van mensen die zeg maar. Veel innovatieve dingen of met kennisnetwerken bezig zijn of ZZP'ers, dan heb ik op een gegeven moment gehad, oh, dat is zo'n man met een bedrijf. Terwijl ik in de bedrijvenkringen waar ik vaak kom, daar zitten ze dan van, oh ja, maar dat zijn ZZP'ers, die moet je niet al te serieus nemen. Terwijl, dat is wel heel grappig, want ja, je moet ze volgens mij allebei heel serieus nemen. Ik denk ook dat je heel veel aan elkaar hebt. Maar even op een hoger niveau bedoel ik eigenlijk meer. Kijk, ik ga ervan uit dat de meeste mensen die hier zitten al veel verder met hun gedachten zijn. En al veel meer op deze manier denken. Maar als ik kijk naar de organisatiehiërarchieën waarop we onze maatschappij op dit moment hebben gebouwd, dan is het gewoon heel normaal dat de spreadsheet ruled. Dat is wel heel normaal. En daar gaat het om. Wat gaan we daar nou eens aan doen?
Want die spreadsheet, die slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Iemand zet ergens 10% in. Hey, wauw, cool, ja, gaan we doen. Hé, wacht even hoor. Iemand zet ergens 10% in en dan zeggen we gaan het doen. Of iemand zet ergens 8% in en die zegt dan moeten we 4% van ons personeel ontslaan, want dan wordt het einde weer groen. En niet... Ja. Als ze daarmee dingen kunnen doen, dan kan alleen op targets. Maar op basis van wat ze kunnen en hoe ze dat zeg maar. Ja. Kunnen. Nou, wat ik heel interessant vind, dat is ook weer dat dualistisch erin namelijk. Want ik heb gemerkt, toen we Permanent Beta begonnen, toen hadden we eigenlijk zoiets van, oké, als Permanent Beta is, moet je eigenlijk geen kaders hebben. Nou, dat werkt niet. Want dan gaat iedereen iets doen wat hij zelf leuk vindt of niks. Of ze snappen het niet. Bij Google zijn ze nu al een beetje aan het terugkomen van dit soort grappen. Hè? En ook van die 20% regel. Omdat ze er namelijk achter komen. En dat, daar gaat de Lean Startup methodiek ook vanuit. Dat het niet genoeg is om te zeggen dat je van fouten leert. Want daarmee heb je direct weer de volgende excuus. Ja? Om niet accountable te zijn. Hè? Dus, en dat vind ik wel weer het interessante. Hè? En dat is ook, even kijken hoor. Oh, ik had hem zelfs ook nog hier op. Oh ja, nou, toevallig. en dat is eigenlijk een beetje wat we moeten een beetje naar het einde toe werken. Maar ik vind het echt geweldig als we er straks nog gesprekken over kunnen hebben. Mijn conclusie voorlopig, hè, wat is, dus een tussenconclusie, want ik kan geen conclusie. Het is niet af, dus ja, dat gaat niet. Think different, do stuff, but stay connected. En waarom staan die drie dingen er? Think different, dat staat voor mij voor alles wat je leest, alles wat je ziet, alles wat je ervaart. Gebruik alsjeblieft nog steeds je eigen hersenen. Ik zie nu dat er heel veel informatie beschikbaar is. Kom ik ook mensen tegen die komen op het spoor van één ding. Die gaan daar helemaal in, die gaan alle filmpjes kijken, alle TED-filmpjes, alle boeken lezen. En die stoppen als het ware met zelf nadenken. Die adopteren als het ware gewoon een gedachtegang omdat die nieuw is en omdat die prikkelend is en omdat die innoverend is. Omdat die verhaal ook vaak zegt van, weet je, iedereen doet het allemaal fout en wij gaan het allemaal anders doen. Dat is ook te makkelijk. Het is de schuld van de banken en van Shell en noem maar op. Ja, wie wilde dat geld en die olie ook alweer? Dat waren wij toch? Oké. Okay. Je moet jezelf niet te makkelijk maken. Think different, do stuff. Weet je, je moet wel dingen doen. Maar we willen toch impact? En we hebben toegang. Dus dingen doen, voor mij is dingen doen permanent better. Voor mij is dingen doen ondernemen. Maar dat kan voor iedereen anders zijn. But stay connected. En dat is voor mij dat gevoel van, ik wil wel met die ene voet in die realiteit blijven staan. Weet je wel? Je wil niet helemaal, toen ik drie weken geleden naar Silicon Valley was geweest, kwam ik terug. En toen was ik helemaal... Wat ik allemaal gezien, gehoord had en dingen die ik beter had gehouden en de gesprekken die ik had gehad. Maar als je helemaal wegdrijft, je kan de realiteit van het nu niet ontkennen. Tenminste, dat kan wel, maar ik zou het niet doen. En dat vind ik, dat is voor mij een heel, zeg maar, fragiel soort, ja, lijn, dun lijntje. Maar die realiteit is toch dat de wereld een nieuwe fase ingaat. Ik bedoel, de context waarin jij dit verhaal plaatst, in een context van enorme verandering die we nog niet kunnen overzien. En waar we met onze, we proberen hier nu ter plekke met onze gedachten daar aan te halen. Maar die grote bedrijven, de kleine bedrijven, alle mensen die daar werken, die werken allemaal met het gevoel van, dit kan zo niet verder gaan. En dus de wereld zit tegen
een plafond aan te schurken. En ik, dit soort bijeenkomsten helpt mij om daar een soort bewustzijn in te ontwikkelen. En okay. Dat is think ja. different, dat is do stuff, en dat is stay connected. Maar het is ook de context ja? waarin de wereld dat helemaal mee eens. Ik ga hem iets scherper stellen. Ik hoor iedereen het praten op het moment over transitie en over oude en nieuwe wereld. Leg mij nou uit, wat is oude wereld en wat is nieuwe wereld? Die oude wereld, die heb je net genoemd. Dat nee, die ja. Die met spreadsheets werkt. Ja, nee, maar dit is... Jo, er is iemand die heel graag... Tuurlijk heb je oude denken nodig. Tuurlijk. Ja, ja, helemaal mee eens, maar wat ik nog aan toe zou willen voegen, sorry, jij wil heel graag al dat reageren. Wat jij laat zien is dat je je eigen transformatie gemaakt, waardoor je dingen niet meer als een gescheiden wereld ziet, maar op een andere manier naar de wereld bent gaan kijken. Mm-hmm. En tegelijk sta je staat er nog in, op een manier, ja, ik probeer het om de woord te brengen, want het is ook lastig, want het is een ervaring, wat jij volgens mij, wat ik jou zie, hoe je erin staat, het blijft niet. Hé, hey, maar wacht even. Ik probeer het juist. Ik wil het niet... Sorry hoor. Het gaat niet om mij. Het begint wel met jou. Jawel, maar dat... Iedereen praat hier heel vaak over buiten zichzelf. Ja, maar daarom dat vind ik juist het interessante van als je erkent dat je één onderdeel van het netwerk bent. En dus ik onderdeel van jou ben en jij van mij en noem maar op. Dan is het wel mooi om die twee dingen te verbinden. Maar even om dat op dat oud en nieuw weg te gaan, waar ik nu bang voor ben, en dat is wat ik bedoel met Stay Connected, is dat die transitie is aan de gang. Is die niet altijd aan de gang? Ja, natuurlijk is die altijd aan de gang. Precies, dankjewel, spot on. Boom. Dus, en dat bedoel ik ook een beetje met nieuwe elite, het is heel makkelijk om dingen weg te zetten als oude wereld en te zeggen, ik hoor er niet bij, want het is namelijk nu sexy om in een nieuwe wereld te zijn. Maar het is niet helemaal eerlijk. Het klopt ook niet, het klopt per definitie niet. En één heel klein dingetje dan nog, sorry, want dan maak ik hem even af. Ik heb Kevin Kelly mogen ontmoeten en er vroeg iemand, we hadden een tafel en er zaten 8 mensen aan, die mochten vragen stellen. En toen zei iemand op een gegeven moment, ja wanneer komt nou artificial intelligence een keer? Wanneer komt dat nou eens een keer? Dat vond ik zo'n mooi voorbeeld, hè? Want het is precies van, wanneer is het? En toen zei hij, oké, als ik... 10 jaar geleden of 8 jaar geleden tegen iemand had Siri had laten zien. Wie weet wat Siri is? Siri is zeg maar de software van Apple waar je tegen kan praten. En die gaat dan, zeg ik wil vanavond naar een French restaurant en I want to eat at 8 and maybe you can arrange a cab for me and I'm going with you. En dan gaat hij dat regelen, ja? Dat is Siri. Als je 10 jaar of 8 jaar geleden tegen iemand had gezegd, kijk eens. Hij zegt, artificial intelligence! Ah! Als je nu tegen iemand zegt, ja, dat is Siri. Ja, dus dat is zeg maar, het is er continu. En dat is denk ik juist zo belangrijk, want hoe ga je die figuur die met die spreadsheet aan de gang is en die verantwoordelijk is voor al die banen en voor het feit dat jouw spaargeld aan de verkeerde dingen opgemaakt wordt, hoe ga je die helpen om het anders te doen? Want als je tegen de mensen zegt die er toch al achter waren, dat het niet handig is, ja. Ja, vraag van waarom doen ze het? Nou, dat is veilig. Ja, en ik denk zelf eigenlijk, van, ja, net over de oude en nieuwe. Ik denk altijd van, ja, we hebben het al continu over nieuwe, maar we doen dat steeds met oude modellen en oude waardes en oude middelen. Daar eigenlijk is er niks meer aan. Zo ver zijn we nog helemaal niet. En ook in het onderwijs natuurlijk, in de educatie, dat gaat ook nog steeds gewoon op een manier zoals het... 100 jaar geleden was. Maar ja. Het is een nieuwe discussie. Ja, dit is een hele nieuwe discussie inderdaad, dankjewel. Maar wat is jouw antwoord op die vraag? Mijn antwoord op die vraag? Nou, het antwoord is dat ik geen antwoord heb. Maar dat ik een poging doe om een denkrichting in te gaan die breed genoeg is om tot een mogelijke oplossing. Ja, maar je kan een denkrichting ingaan. Het enige, nee oké, maar wat ik wil poneren is, ga niet... Kies niet voor de veiligheid een kamp. Want dan ben je namelijk net zo geconditioneerd als waar je tegen afzet. En soms is het heel handig om boeken te lezen die oud zijn.
Want het is niet zo dat als we nu een nieuwe wereld verzinnen, dat alles wat daarvoor verzonnen is niet meer relevant is. En soms is het een heel goed idee om eens een keer naar een oude denker te kijken. Of is een heel goed idee. Ik weet niet hoor, dat plaatje net, het eindigde met volgens mij met een plaatje van Leonardo da Vinci. Ja? Dus weet je, probeer er een mash-up van te maken. Dat is eigenlijk wat ik doe. Probeer er een mash-up. Mash-up, oud, nieuw. Mash-up, mannelijk, vrouwelijk. Mash-up, rationaliteit en spiritueel. Mash-up, 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 mash-up. Je prikkelt wel om erover in reflectie te gaan. Maar ik denk dat het een ander moment is, want ik zie dat het 11 uur bijna is. Goed, heb ik nog één dingetje? Want ik zou eindigen met iets waar ik achter ben gekomen. Ik heb een tijdje geleden een breinscan laten doen. Dus dan krijg je allemaal sensoren op je hoofd en ook spierspanning wordt gemeten. En alles wordt gemeten, zeg maar. Bijna alles, trouwens. Dus los van het feit dat het heel fijn was dat ik erachter kwam dat het mediteren me iets heeft gebracht. Namelijk dat toen ze zeiden, je moet je ontspannen, dat mijn spierspanning een flatliner werd. Zo. Gewoon, in één keer. Dat vond ik wel gaaf om te zien, want ik ben natuurlijk best wel een beetje springerig type. Was er nog wat anders wat ik leuk vond, ik ga het niet helemaal uitleggen, maar dit is zeg maar mijn brein en dat zijn de verschillende frequenties waarop de hersengolven gebeuren. En zonder daarop in te gaan is het, want ik heb een neurofeedback specialist, heeft me daar feedback op gegeven, is het bijzonder voor het type wat ik ben, dat er al die warme kleuren, dus behalve dit, is zeg maar bovengemiddeld en wit is gemiddeld. Voor de mens. Bovengemiddelde hersenactiviteit, oké, dit is logisch. Iemand die snel kan denken, noem maar op, prima. Dit is gek. En wat de conclusie nu is, voorlopig, is dat doordat deels mijn filter kapot is, ik een manier heb gevonden om een plek die je normaal gesproken alleen gebruikt tijdens slaap of mensen die in coma. Dit lijkt heel erg op het breinbeeld van iemand die in coma is. Nou, dat ben ik echt niet. Tenminste, of jullie zijn allemaal imaginary friends in my head, maar dan vind ik het ook goed. Dat ik een weg heb gevonden om die informatie weg te schrijven op een plek waar het normaal gesproken niet gebeurt. Dat vond ik eigenlijk wel gaaf. Dus, hier wou ik me eindigen. Dankjewel.